Desk Covenant! Woehoe! Wil jij een keer beginnen anders? Nee. Oké, nou dan ga ik wel beginnen. Welkom bij Desk Covenant! Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat... TJ! Hiro! Zoals elke keer gaan wij ook nu weer wat pittigs eten. En dat beoordelen op 3 verschillende punten. Ik heb wat geleerd, zie je dat? Dat is makkelijker met je vingers. Hoe pittig is het? Wat is de smaak? En hoeveel gaan we ervan zweten? Vind je die filmpjes leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Volgens mij daar ergens. Volg ons op Facebook, Instagram, TikTok. Nou ja, ik krijg dus elke keer een cadeautje van TJ. TJ heeft dat mooi ingepakt. Nou goed. En dat ga ik uitpakken. En dan gaan we kijken wat het is. Ik ben super benieuwd. TJ, ja. Wat is het? Wat is het? Het is heel klein. Oh, je mag het niet zeggen natuurlijk. Nee, maar je ziet het is heel klein. Ja, oké. Okay. Ja, nou dat was het. Nee, dit komt uit een pakket wat we hebben opgestuurd gekregen gehad. Oké. Okay. Dus, ja, kijk maar gewoon. Nou, geef het. Komt hier. Wel mooi ingepakt weer, TJ. Ja, super gaaf. Mijn complimenten. Nou, dank u. Wat is het plakband? Plaksels. Het is de habanero saus van Beso de la Muerte. Oftewel... Kus van de dood in het Spaans. Beso de la Muerte, een Nederlands bedrijfje wat sambals en sausen maakt. Sausen en sambals. Uit voorliefde, ik weet dat de jongen Kevin heet. Hij is kok en uit voorliefde dus voor pittig eten en het op smaak brengen van gerechten. En het feit dat hij dacht dat er in Nederland gewoon niet genoeg gewerkt werd met hele pittige pepers. Heeft hij een eigen bedrijf opgestart. Op de flesjes staat een SHU schaal. Deze heeft 350.000 Scoville heat units. En dat is dus inderdaad de maximale waarde van een habanero. De saus zelf is volgens de maker 300.000 SHU. En dat is hier. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ik ging eerst, hè? Gaat het eerst? Hallo! Oh. TJ! Hi! Ik weet niet wat ik moet doen. Ik vind een heftig etiketje wel. Ja. Hij vindt het wel heftig. Hij heeft ook een challenge met pinda's. Ja. Dat gaan we binnenkort ook doen. Niet als je noten zitten. Of pinda-allergie hebt. Nee, dat moet je gewoon niet doen. Nee. Okidoki! Goed zo, een beetje pierpijn. Ik wil zeggen, je ruikt habanero, maar dat lijkt me wel vrij leuk. Hallo, lekker hapje habanero. Nou. Lijkt een beetje op babyvoeding. Ah, daar is die. Nee, het duurde echt wel een seconde of drie voordat ik dacht, hey, smaak van de saus. Ja? Dit is geen 350.000. Nee, 300.000. Ook niet. Hij is wel heel lekker. Ja, hij is van habanero hout. Er zit gewoon een hele goede saus. Hele lekkere saus. Er zitten weinig rare dingen in. Ik hou niet van met fruitschalen en broccoli erin en zo. Dat hoeft dan maar niet. Maar dan. Oh, zo. Hij is lekker vloeibaar. Hè? Hij lijkt op die kerrysaus die je bij de McDonald's krijgt. Even van de. Sorry, ik mag een beetje vol ompakken. Een van de betere sausen, echt waar het puur om habanero gaat, die ik heb geproefd. Wel, okay. Tot nu toe. Dan beginnen we bij de smaak. Smaak. Ik vind dit, hij is gewoon heel, heel puur, hij is heel natuurlijk. Het is gewoon een habanero van voor naar achter. En ik vind dat lekker. En hij is niet te, hij is wel pittig, maar qua smaak een 7,7. Oké, daar gaan we weer. Ja, ik vind het allemaal half en dat vind ik niet leuk, dus ik 7,7. Pittigheid, 2,8 voor de pittigheid. En de zweet, maar ik word iets warmer van binnen. Maar een 1,9. Ik vind het echt mooi. Heb ik allemaal, 1,9. Ja, heb ik allemaal rare scores gemaakt. Lekker! Hey, oh. Dat is mijn beoordeling van de Beso de la Muerte. Beso de la Muerte. Dennis, wat dacht je ervan? Kom maar in. Zo! Je hebt weer geknoeid. Sorry. Kijk nou.
Voor mij mogen de flesjes wel groter, want ik denk dat deze op is nadat ik geproefd heb. Komt ie, habanero saus, Besa La Muerte, volgens eigen zeggen 300.000 Scoville heat units. Maar zo'n volwassen lepel met hete saus. Lekker Kevin, ik ben benieuwd. Hij heeft inderdaad wel een flinke kick, maar geen 300.000. Het duurt even voordat hij... Nee, ik proef het meteen wel. Je proeft wel echt duidelijk de habanero, dat is wel goed gedaan. Maar ik proef inderdaad, ja, hij is vrij zuurig. Hmm. Ik vind het niet vies. Ik vind het zelfs wel gewoon een lekkere saus. Alleen hij is wel vrij zuur. Ik had er minder zuur verwacht, laat ik het zo zeggen. Lekker pittig hier erin. Mooi, dat is een pittigje gewoon een zelfstandig naam wordt voor. Ja, op de bekende kibbeling. Oh, waar halen jullie kibbeling vandaan? Is dat van Iglo? Nee, Albert Heijn huismerk. Op de kip. Dat is een mooie glacé. Nee. Dat is een mooi sausje. Nee. Saus! Voor kip alleen. Maar lekker. Nou, ik moet de saus nog tegenkomen die niet op kibbeling past. Nou, nogmaals, ik vind hem geen 300.000 op de Scoville units schaal, op de Scoville schaal. Qua pittigheid krijgt hij een 2,5. Qua smaak, lekkere saus, aan de zure kant, een 6 voor de smaak. De zweetrating, ja, ik blijf vochtig. Een 2. Gefeliciteerd, Besa La Muerte, voor een 2 voor de zweet. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze sausen, de website van Besa La Muerte vinden jullie in de comments hieronder. Vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren. Dat kan hieronder. Volg ons op alle mogelijke social media's. En vergeet vooral niet te blijven kijken. En stay spicy. Stay spicy. Doei. Doei.